Ik heb gevraagd de heer Van der Galie en die was vanavond zeer duidelijk samen, vond ik, met de heer Tuinga. Ik zou eigenlijk de discussie van de rol in een wat breder perspectief willen plaatsen. En de wethouder die heeft heel veel vragen beantwoord. En wat hij steeds doet, dat is van ja, maar planologisch past het, het past dit, het past zus, het past zo. En er is geen belemmering en de wet zegt dit, de wet zegt dat. Maar eigenlijk zou ik een heel andere invalshoek willen plaatsen. En welke is dat? Dat is eigenlijk de hoek van wat er nu wereldwijd speelt. We hebben te maken met vliegbasis Leeuwarden, staat te boek als hoofd-NAVO-basis. Ik heb het Disaster Recovery Plan, om het rampenplan maar door te nemen. En dan denk ik, ja, wie gaat daar nou een woning kopen? Sturen wij de koper straks dat Disaster Recovery Plan mee? En hier kan u tekenen, want dit staat u in de toekomst te wachten. Nou ja, ik denk dat dit een van de dilemma's is waar je als Ruit voor staat. Hè? Want kijk, de uitbreiding van de vliegbasis is nog niet rond. Maar we voelen allemaal aan dat gaat gebeuren. De baan gaat verlengd worden. Er zullen waarschijnlijk nog meer activiteiten komen. Dus dat gaat gebeuren. En dan moet je je afvragen, dat hebben wij vanaf het begin af aan als lijst 058 gezegd. Moet je dan zo'n AZC-rol tegen het hek van de vliegbasis bouwen? En moet je dan nog even extra 25 woningen toestaan? En dat is natuurlijk puur voor meneer Zwanenburg, omdat hij dan financieel er beter van gaat worden. En dan, nou ja, dat is de vraag en die zal straks ook nog wel aan de orde komen. Moet je dat als gemeente willen faciliteren? Nou, wat ons betreft niet. Dit is een volstrekt ongeschikte plaats voor een AZC. Nou, dat lijkt mij. En zeker hè, voor die mensen die al met een hele rugzak komen. De vliegbewegingen nemen toe, de onrust, de alarmen zullen plaatsvinden. De wereld is veranderd. Voor 10 jaar terug zouden we misschien zeggen, tuurlijk gaan we doen, prima. Maar die stabiliteit in militair opzicht is er niet. In het rampenbestrijdingsplan gaan ze van grote cirkels uit. En wat er dan kan gebeuren als NAVO-basis, dat je natuurlijk een hele andere invulling krijgt van hetgeen wat je bent. Ja. En dat is niet zomaar weg te poetsen. Nee, en daar gaat het college wel heel makkelijk aan voorbij. Hè? Dan inderdaad, wat u ook zegt, planologisch klopt het allemaal wel. En dan zal het allemaal wel kunnen. Maar je moet ook kijken naar de wenselijkheid van iets. En wat er voor ons ook nog bij komt, in het verleden zijn er diverse initiatieven geweest van mensen die daar woonden. Wij willen wel graag uitbreiden, wij willen ons bedrijf uitbreiden. Mogen wij wat appartementjes erbij? Ja. Kon nooit wat. Nee. Hè? En nu kan ineens wel wat, terwijl de wereld compleet veranderd is. Ja. Dus het is heel apart. Maar wat zou dan die drive van de wethouders zijn om dit... Ja, ik voel het een beetje dat hij door wil zetten. Ja, nou kijk, op het moment, het is zo, op het moment dat er iemand met een initiatief komt, dan wordt dat beoordeeld. Mm-hmm. En als het kansrijk is, dan zet men het door. En dan komt het hier in de raad terecht. Nou, men heeft ooit beoordeeld, dit is best wel kansrijk. Dus dan moet het doorgaan en dan moeten wij er als raad iets over vinden. Ja. En ik denk dat ze, twee jaar geleden begonnen wij zo'n beetje, misschien 3 jaar geleden met deze locatie, dat er toen niemand heeft kunnen voorspellen ook hoe de wereld zou veranderen. Precies. Maar eigenlijk moet je gewoon nu zeggen, jongens, dit gaat op de kop verkeerd. Defensie zegt dat het niet kan. Die 25 extra woningen, dat kan gewoon niet. Nou, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus stop met dit plan. Want het kost ook heel veel ambtelijke inzet. Uiteraard, ja. En het is niet alleen maar het klinisch bouwen en neerzetten van woningen. Maar het is ook van gevoelsmatig en met emotie, zou ik bijna zeggen, wil ik dit wel? Precies. En je zit met de verkeerssituatie, er komen extra verkeersbewegingen. Nou, we weten allemaal hoe druk die weg is. Nou, daar wordt ook een flutoplossing op losgelaten, een middengeleider. Ja, het gaat echt niet helpen. Nee, en als je eerlijk bent naar de potentiële kopers van die 25 woningen... Ja, staan die dan in de rij, in een risicogebied? Ik had het nog willen zeggen vanavond in de tweede instantie. Stel je wilt je krijgt de kans om een mooie groot huis te kopen. Mm-hmm. Of in Blitsaard, of naast de vliegbasis. Ja. Voor hetzelfde geld ongeveer. Wat doe je dan?
Nou, ik weet het wel. Blits uit. Het is altijd blits uit. Ja, ja. Tuurlijk. Ja. Dus daar komt, die plannen komen, er komt niks van terecht. Nee. Nou, het is niet doemdenken, maar ik denk dat het realiteit is. Voorlopig houden we het even van de plannen, komt niks terecht. Na de pauze gaan we zien, er komt nog een verklaring van VVGB. Hè, verklaring van geen beperkingen of bedenkingen. Ja. En we zullen zien hoe dat verder gaat. Ja, dat wordt nog een pittige discussie. Dank voor het interview. Graag gedaan. Omroep Leeuwarden voor stad en dorp.